In een kelderbox van een portiekwoning is brand uitgebroken. De brandweer werd zaterdag rond 5:50 opgeroepen voor de brand aan de Makaistraat in Schiedam-Nieuwland. In de kelderbox lagen tientallen matrassen opgeslagen. Zeker 30 stuks zijn door de brandweer naar buiten gebracht om te blussen. Ook enkele kussens en koffers zijn getroffen door het vuur. Door de brand kwam een korte tijd veel rook vrij, die in het portiek bleef hangen. Alle bewoners konden zichzelf wel tijdig in veiligheid brengen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.